Ben Soeniga van Amersfoort 2014. Welkom op deze mooie locatie. Dankjewel. Gaat u mee naar binnen? Ik ben blij dat ik op tijd ben. Ja, hij kan wel sturen hoor, die Maarten. Nou, inderdaad. Ja? Wat een gast. Ben, wij gaan nu naar binnen toe hier bij het restaurant. Dan krijg jij een cameraatje met een stokje eraan. Ja. Dat is een vlog. Tegenwoordig is dat vloggen. En daar krijg jij de gelegenheid om Amersfoort 2014 even goed op de kaart te zetten en te promoten. Graag. Ja? Graag. Ja. Naar binnen? Ja. Ik ben Bent Soeniga van Amersfoort 2014. Amersfoort 2014 is een lokale partij. Niet links of rechts, maar gewoon Amersfoort is centraal. Als u ook vindt dat er gratis met de bus naar de binnenstad moet kunnen gereden worden op zaterdag en bij evenementen. Als u ook vindt dat deze stad eigenlijk studentenstad moet worden met mooie opleidingen en studentenhuisvesting. Als u ook vindt dat er geen hoogbouw moet komen aan de Eem. En als u ook vindt dat de lokale lasten omlaag moeten door minder ambtenaren in te zetten in dit huis, dan is Amersfoort 2014 de partij voor u. Stem op 21 maart Amersfoort 2014. Positief en daadkrachtig. Ben Stoelenga, Amersfoort 2014, welkom. Eerst even van harte gefeliciteerd, want vandaag ben ik weer opa geworden. Vannacht om 1 uur. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Naam? Lize. Ja. Nu gaan we even de politiek doen, Ben. Ja. Jij bent de eerste lokale politieke partij die aanschuift. Is dat een lekker idee dat er van bovenuit Den Haag niet meegekeken wordt op jullie? Dat jullie lekker je gang kunnen gaan? Ja, dat is een heerlijk idee. Omdat wij geen opdrachten van bovenaf krijgen. Ook geen stokpaardjes hebben landelijk. Wij kunnen echt ons helemaal richten op de stad. En dat doen wij ook steeds. Wij kijken gewoon wat is goed voor de stad. Wij werken met alle partijen daardoor samen. Zowel met VVD als met GroenLinks. Met ChristenUnie, noem maar op. We dienen samen moties in. Wij kijken gewoon naar het onderwerp. En soms is dat weer lijnrecht tegenover de partner waar we in andere onderwerpen mee samenwerken. Maar dat is het leuke van een lokale partij. Wij wegen af wat wij belangrijk vinden. En voor dat standpunt gaan we dan. Een van die dingen die eruit springen, dat is de inhuur waar je je dood aan ergert. De inhuur van externen, dat kost een vermogen. Hè? Ja, het ergste is, en ik heb daar al 4 jaar ben ik daar mee bezig, dat in 2013 waren ongeveer, moet ik goed zeggen, waren er 94 FTE, werden er ingezet. Inmiddels zijn er 200 FTE's, volle banen, die worden ingezet. En externe inhuur betekent een salaris van ongeveer minimaal 150 keer wat een gewone ambtenaar kost. Per jaar hebben we berekend, dat hebben ambtenaren van ons berekend, is dat zo'n 3 à 4 miljoen wat we aan meer kosten betalen. Dus wij kunnen beter gewoon daar ambtenaren neerzetten. Ja. En die ambtenaren dan houden, want dan houden ze ook de kennis. Maar zijn die deskundig? Ja, maar dit is een vicieuze cirkel. Als je nu dus alleen maar externe binnenhaalt, dan raak je ook, die gaan weer weg. Dan raak je ook de kennis weer kwijt. Dat ben ik met je eens. En de ambtenaren moeten ook veel controlerend werk doen. En we zien nu al, de laatste jaren, dat het controlerende werk, dat het niet altijd goed gaat. Omdat de ambtenaren niet altijd meer verstand hebben van al die zaken. Dus het mes snijdt aan 2 kanten. Het kan een hoop geld opleveren. Die 3 tot 4 miljoen extra. En aan de andere kant hou je veel meer kennis in de organisatie. Er zal best een stukje extern moeten ingehuurd worden als je die expertise niet hebt. Juist. Dat is ook prima. Maar wat er nu gebeurt is dat het is ongebreideld wordt dat afdeling vergunningen bij de gemeente. Voor 65% wordt dat gerund door externen. Dat kan niet. Dat vind ik echt verkeerde... Gaat een hoop geld in om, Maarten? Over de balk. Dus meer ambtenaren en... Minder personeelskosten, laat ik het zo zeggen. Kijk. En ik denk ook dat we met minder ambtenaren af kunnen. Want als we dereguleren, hè, wat iedereen graag wil, minder regels, dan moet dat ook iets opleveren dat je minder ambtenaren nodig hebt. Ah. En dat je ziet vaak gebeuren dat er wel dingen worden afgeschaft, maar de ambtenaren blijven allemaal zitten. Dus ik vind dat er ook wel iets minder kan. Heel goed. Ik lees ook geen windmolens in onze stad. Wat is duurzaamheid niet belangrijk? Wel, duurzaamheid vinden wij heel belangrijk.
Daar zijn we opgetrokken met ChristenUnie GroenLinks de afgelopen 4 jaar. Ja. We hebben heel veel gedaan aan elektrisch vervoer in de binnenstad, bezorgdiensten. Mm-hmm. We zijn hier ook nog hier geweest. Daar hebben we een hele pilot voor elkaar gekregen. Dat wordt ook vervolgd, dus daar zijn we heel actief in. Alleen vinden wij windmolens niet passen in een dichtbevolkt gebied. Ja. Dus wij kiezen dan voor andere manieren. Dat kunnen zonnevelden zijn. Aha. Ja. Wij hebben laatst een... Het project in Vathorst. Ja. Ja. We hebben vorige week nog een ronde georganiseerd over geothermie. Ja. Dat wil je zeggen dat je de energie uit de grond haalt en de warmte uit de grond haalt. Dus wij zijn heel erg bezig met milieu. Maar windmolens vinden wij zo horizonvervuilend en zo ongepast in een dicht bevolkt gebied. Klopt. Dat vinden wij dus niet de oplossing. Abon. Heel goed. Dat staat ook in het verkiezingsprogramma. Staat allemaal in het verkiezingsprogramma, ja. Dan nog even een klein pijnpuntje. De RTV's, de omroep. Ja. Eva, ja. Kun je daar kort wat over vertellen? Ja, wij zijn niet tevreden over de kwaliteit van met name de televisie van Eva. En er is al jaren geprobeerd om dat op peil te krijgen. Nou, jij weet daar zelf van alles van. Ja. Er zijn bijeenkomsten geweest, meetings geweest, er is Enschede bijgehaald. Allerlei steden waar het beter gaat dan hier. En blijkbaar komt die samenwerking hier niet van de grond door al die lokale initiatieven. Dus hebben wij gezegd, er is expertise bij RTV Utrecht. Laten we dan hier een RTV Amersfoort starten. Met ook die lokale initiatieven, maar wel onder regie van, laten we zeggen, de mensen van RTV Utrecht. Maar dan RTV Amersfoort. Met eigen uitzendingen. Een dochter. Ja, maar wel... gebruik maken van de expertise die er allemaal al is bij RTV Utrecht. Dat is... Oh. En dat vinden wij... Ja, dat en dat vinden wij... We hebben zo lang al gewacht. Het is niet iets van de laatste 2 jaar, hè. En het is vaak voor de vergunningverlening. Mm-hmm. Dat dan iedereen in één keer zegt, oh, wat moeten we ermee? Ja, ja. En dan is die vergunning verleend. Ja. En dan gebeurt er 4 jaar niks meer. Nou, en ik vind dat we nou eens een keer een knoop moeten doorhaken. Het mag ook nog wel iets meer geld kosten, vinden we. Daar zijn we helemaal blij mee. Ja. Maar ja, goed, dat is een plan tot nu toe. Want je kan het niet voor niks doen, dat snappen wij ook wel. Nee. Maar wij vinden, net zoals ze het voor de stad Utrecht ook doen, zouden ze het ook voor de stad Amersfoort. En misschien ook wel samen met Leusden of met Baren of met Soest. Maar laten we wel meer kwaliteit zien te krijgen. Bij deze Ben Stoelinga. Martin. Gratis met de bus. Wat is daar precies het gedachtegang achter? Ja, als u op zaterdag, als mensen uit Amersfoort Noord, van boven het Verleikanaal, ja. Als die op zaterdag naar de stad gaat en het heeft maar een beetje geregend of gedruppeld, dan sta je ongeveer bij het KVVA-terrein, sta je al vast. Dan komt de nieuwe poort waar het helemaal uit de hand loopt. En dan kom je bij de parkeergarage en dan kan je er niet in. En dan staan de mensen in files en parkeergarages zijn overvol. Nou, ik vind dat echt een ramp. Een ergernis. Ja. Ja. Nou, dan hebben wij gezegd, als je nou op zaterdag en ook bij grote festivals, ik denk aan de jazzdagen bijvoorbeeld, hè, ja. Dat je zegt op zaterdag tussen 10 en 5 of 6 uur, dan maken we vanaf boven het kanaal, hè, dus van boven het Verleikanaal, ja. Voor die wijken maken we het openbaar vervoer gratis en dan hopen we dat die mensen allemaal met de bus gaan komen. Ja, dat hopen we dan. Gewaagd plan. Ja. Ja, je hoopt het. Wij kunnen dat financieren ook vanuit de minder ambtenaren. Want iedereen vraagt, hoe betaal je dat dan? Nou, minder, we gaan op de bus zitten. Minder externe. De TV-route. Ja, ja, een goede bestuurder. Ja. Ja. Nou ja, maar er komen wat bestuurders vrij, hè, na de verkiezingen. Dus die kunnen misschien op de bus. Misschien op die gratis bus, een idee. Mevrouw Houwing. Wij stappen er vanaf. Je hebt je puntjes kunnen maken een beetje, neem ik aan. Ja. Hoe staat het met jouw kennis van de stad Amersfoort? Ligt eraan op welk gebied je dat vraagt. Dat weet ik niet. Op allerlei gebieden. 5 vragen, Ben Stoelinga. Ik ben benieuwd. En Maarten opent met vraag 1. Daar gaat hij. Met vraag 1 in de categorie politiek. Wat was de naam van het spookraadslid dat zelden op raadsvergaderingen verscheen en veel in het buitenland verbleef? Dat is in de vorige periode geweest en voor mij was dat Uskan. En dat is correct geantwoord. Een vol punt. Meneer Stoelinga, u gaat als een speer. Politiek. Wie werd groot ambassadeur en kabinetchef van de stad genoemd en nam in 2015 afscheid met groot feest in de Observant? En hoe heet zijn opvolger? Je moet eerst zeggen wie het was, hè? Ja. Gert Hoeven, neem ik aan. Ambassadeur en kabinetchef van de stad. Denk Luc van Asselt. Heel goed. Ja, natuurlijk. En wie volgde hem op? Dat is een goede vraag. Niemand? Of wel? Dat is ontgaan. Dat is me ontgaan. Half punt. Half punt. Yvonne de Korte.
Oh ja, oh ja, 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 ja. Het was een hele korte naam. Ja, ik zie er zo voor me. Ja, ja, ja. Oh. Wij allemaal. Yvonne, hij ziet je voor je. In de categorie algemeen. Tot ver in de 19e eeuw bestond het uit verspreid liggende, vaak kleine boerderijen met hier en daar arbeidershuisjes. In 1974 werd dit dorp toegevoegd aan Amersfoort. Dit werd door de dorpsbewoners als een bedreiging ervaren. Over welk dorp hebben we het hier? Het dorp waar ik woon, Hoogland. Heel goed. Uitstekend. Ja. Dat is wel een hele erg. Ja, ja. Voor een Hooglander was het. Ja. Maar ja, het is willekeur. Het is willekeur. Ja. Ben, kunst en cultuur. Heel goed. Het spraakmakende kunstwerk op de Hof werd gemaakt door een Amersfoortse kunstenaar en geschonken door een stichting. Wie is de kunstenaar en hoe heet de stichting? De kunstenaar is Tony Mooi. En de stichting is, ja, de officiële naam van de stichting. Oei, oei, oei. Weet ik niet. Ik weet niet de officiële naam van de stichting even. Maar ik weet wel dat het de stichting van Fons Assenbergers is. En ja, dat, je bent warm. En hoe noemde je het? En de stichting van behoud van... Ik weet het. Half punt. Een half punt. Ja. Open oog. Ja, helemaal, klopt helemaal. Ja. De categorie sport. Zelf sportief? Ik heb ooit gevoetbald bij KVVA, ja, hè? En Soeschutier. En succesvol. We zijn geen van beide. Hebben ze daar nog over? Junioren B, verder ben ik niet gekomen. Zo heette dat vroeger, Junioren B. En heden ten dagen is meneer Stoelinga aan. Nou, dan is het gewoon recreatie. En meneer Stoelinga, op het veld, was je links of rechts in de politiek? Rechts. Rechts. Op het veld, hè? Op het veld. Ja, politiek ben ik niet links of rechts, hè? Oké, heel goed. We staan in de middenstip. Amersfoort Centraal, hè? Je laatste vraag, daar komt-ie. Hoeveel clubs deden er mee in de AVK, de Amersfoortse voetbalkampioenschappen? Ja, dat zijn alle clubs. Is dat uit... Mag kiezen. Dat maakt het makkelijker. Ja, hij is zo makkelijker. Hij is zo vals. Ja, eerst nadenken. A, 13, B, 9 of C, 11? Oei, oei, oei. Het is toch nog een gok dus. Ja, ik hou trouwens van alle ploegen namens voor de standen bij, hè, elke maandag. Maar ik heb ze nog nooit opgeteld. Ik denk dat we wel aan de 13 zitten. Heel goed, meneer Stoelinga. Ja. Dat is 4,5 punt. Nee, 4. 1,5. Ja, 2,5 punten eraf. Ja, en 2,5. Ja. Oh, 2 is 1. Ja. En 3 volle is 4. Heel goed, dan staat hij. Ja, hoog. Hoog? Ja, nee. Nou, we zeggen nog niet waar. Nee, we zeggen nog niet waar. We zeggen nog niet waar. We hebben nog een laatste vraag. Dus even out of the box. Ja. Amersfoort 2014 is nu een gerecht. Hè? We zijn hier te gast in het restaurant. Wat is het gerecht? Wat maken we ervan? Wat maken we ervan? Nou, we maken er een lekkere stamppot van. Een stamppot? Ja. Met wel een pittige stamppot. Een daadkrachtige stamppot, dus met een goede rookworst erbij. Want die is daadkrachtig. Een goede rookworst is daadkrachtig. Ja. En dat klopt. Dat is algemeen bekend. Ja. En lekker met spekjes. Het moet wel, moet pittig zijn. Hoog op smaak. Ja, hoog op smaak. En dan een heerlijk zoetje erbij. En dan genieten. Het kuiltje. Uiteraard. Uiteraard. Ja. Respect voor de klassiekers. Ja. Dat is een leuke. Ja. En dan kijken we even naar de stand in de quiz en we zien Ben Stoelinga met welverdiend 4 punten. Ja, dan nu nogmaals het zenuwspel. Nou, ben wij gaan een spiraal inzetten en dan mag jij je zenuw onder controle houden. Oké. Kijken hoe het je ervan afbrengt. Helemaal goed. Maar succes. Dankjewel. Ik word bij een spiraaltje altijd wel wat zenuwachtiger. Ja, we hebben een paar mensen al laten struikelen. Nou, meneer Stoelinga, hij is al begonnen. Kijk, de eerste bocht zit er al op. Dit gaat voorlopig. Kijk, het gaat nog met gezwind, dat goed ook. Ah. Nou, kijk, ja, precies. Dat zijn die kleine onhandigheden. Oh, een overpakmoment. Kijk, bloedstollend. Was vergeten wat u nou in het voetbal was, links of rechts. Pak die rust, hè. Dus, ja. Kijk, oh, is dat de rust? Dan kun je even op rusten, maar dan gaat hij ook bewegen. Dus ik weet het niet, Joop. Of dat nou, bij Joop weet je nooit of het advies nou goed is of niet. Oh, kijk, zie je, daar gaan we. Joop. Maar u was rechtsbenig,
maar ja, dit doet u tweehandig. He, zie je, dat is... Oh! Er wordt geregeerd met vaste hand. Oh! Ja, nou ja, goed. De laatste loodjes wegen altijd het zwaarst. We gaan richting de eindstreep. En 3, 2, 1. Wow. Nou, het is voorwaar geen sinecure. De slotvraag, 21 maart. Hoeveel zetels gaat Amersfoort 2014, denk je, halen? Nou ja, vorige keer hadden wij bijna twee zetels. Dus wij gaan in ieder geval voor die twee plus de winst 1 is 3. Ja. En wij hopen op 4. Het staat erop. We gaan voor 3, we hopen op 4. Nou, ik geef u vast een flesje mee. Bij succes mag het geklopt worden. En bij iets minder succes ook. Dan weet ik nu al wat er gaat gebeuren. Klop. Bedankt. Starté. Bedankt. Afdeling vergunningen bij de gemeente, voor 65% wordt dat gerund door externen. Dat kan niet.